ik heb na 20 jaar basisonderwijs als leerkracht gekozen voor de master. Omdat ik heel graag iets wilde veranderen in het onderwijs. Ik heb ervaren dat buiten leren toch echt wel heel waardevol is voor kinderen. Niet alleen maar stilzitten in een klas, maar juist naar buiten om te bewegen, om te kletsen, om te ervaren en om te doen. Tijdens de master heb ik de buitenles ontwikkeld. De buitenles is een startconcept waar leerkrachten zeg maar mee uit de weg kunnen om het te gaan ervaren hoe het is om een buitenles te geven. Ik wil met de buitenlessen andere scholen inspireren. Juist omdat de buitenles simpel, stoer en praktisch is. En dat kinderen dus meer bewegen, niet alleen op school, maar zelfs buitenschooltijd. Bewegend leren en gewoon buiten. De buitenles hier op school is heel erg leuk, omdat je gewoon ziet dat iedereen mee kan doen. Het is heel toegankelijk. Kinderen mogen lekker bewegen. Er komen hele mooie gesprekken op gang. Ze genieten gewoon van het buiten zijn en het samenwerken. Dus buitenles is eigenlijk op alle gebieden heel leuk toe te passen. Nou, wat de buitenlessen de school heel erg brengt, is dat je merkt dat kinderen inderdaad even door de ontlading buiten, daarna weer gewoon heel lekker aan het werk kunnen. En ze refereren ook tijdens de les heel erg weer aan de buitenles. Omdat het echt even anders is dan anders, kunnen ze het weer ook in de gewone lessen heel erg toepassen. En ze hebben even bewogen, wat voor sommige kinderen niet vanzelfsprekend is en heel erg nodig. Wat ik meeneem uit deze master voor de toekomst, is het bredere perspectief. Dus ik ga echt meer op onderzoek uit. Wat ik eigenlijk van de kinderen ook wil, is dat ik mijn minder ontwikkelde kanten, dus echt het lezen van onderzoeken en het goed onderzoeken van de achtergrondinformatie, breder ga inzetten.